BBB-kandidaten uit de regio aan de slag in de Provinciale Staten. Mondhygiënisten nemen steeds meer taken over van de tandarts. En Nijmegen eindelijk klaar met het tellen van de stemmen. Het zijn bizarre tijden voor BBB-kandidaten in het land. De Boer-Burgerbeweging is in alle 12 provincies de grootste partij geworden. Ook in Gelderland heeft de BBB 15 van de 55 statenzetels bemachtigd. Ron van Essen staat als tweede op de lijst en hij mag binnenkort plaatsnemen op zijn zetel. De vlag mag weer recht, want Boer-Burgerbeweging behaalde grote winst. Ron van Essen stond als tweede op de kandidatenlijst. Natuurlijk was de verkiezingsuitslag ook voor hem een groot feest. Ja, en dit resultaat was overweldigend. We zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. En ja, het is duidelijk, denk ik. Nederland wil het wat een beetje anders. Het nieuwe statenlid is sinds 2020 zichtbaar actief bij de Boer-Burgerbeweging. Hij stelde zich ook verkiesbaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De agenda staat dus al een tijd vol met zaken die de partij helpt groeien. Ik heb toen meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Nou, daar is de ene kamerzetel uitgekomen. En ja, Caroline is natuurlijk fantastisch bezig geweest om daar meer volume aan te geven. En ja, de tijd is er ook rijp naar, denk ik, dat Nederland zegt van het kan ook wel anders. En wij zeggen dat het iedere dag BBB er gaat. Ik weet nog dat ik tegen Caroline toen zei van nou, ik heb jouw programma doorgelezen, maar er staat niks bijzonders in. Nou ja, zegt ze, dat vinden andere mensen wel, dus dat past eigenlijk wel bij elkaar. Dus we hebben toch elkaar, denk ik, heel snel gevonden op de uitgangspunten. En op die uitgangspunten zijn we doorgegaan. Een van die punten is noberschap, wat inhoudt dat men oog voor elkaar heeft. Daar moet volgens Van Essen de nadruk op gelegd worden, in plaats van de nadruk op het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Polarisatie. Als je de laatste jaren kijkt naar bijvoorbeeld wat ons natuurlijk heel na op het hart ligt over de hele wetgeving als het gaat over milieu en stikstof in het bijzonder. Ja, dan zie je dus dat we het voor elkaar krijgen om op dit item ontzettend veel polarisatie in de maatschappij te krijgen. Ja, als je tegen iemand zegt van de helft van jouw wezen moet eruit of we gaan jouw land opkopen om er natuur van te maken. Nou ja, dat vindt niet iedereen even leuk natuurlijk. En iets wat van iemand is, dat is van die iemand. En als ik iets van iemand wil kopen, ik wil jouw camera kopen, dan ga ik met jou overleggen en dan bied ik 100 euro. En dan zeg je dat is wel of niet goed en dan komen we daar samen uit of ik krijg die camera wel of niet mee. Maar dan hebben we dat samen overlegd. En dat is natuurlijk met onroerend goed precies hetzelfde. Als iemand hier het huisje wil kopen, nou ja goed, dan moeten we daarover praten. Maar dan ga je dat niet afpakken. Voor leden is de omgeving nieuw. Ze zijn alle goed getraind in debatteren en publiekelijk spreken. Wat betreft de onderlinge samenwerking zullen de leden vast hun eigen draai vinden, volgens Van Essen. Met al die grote stappen, daar zijn we het op dit moment nog helemaal gruwelijk met elkaar eens. En ja, we gaan daar natuurlijk straks ook wat verschillen zien. Maar we zullen ook zien dat de een zich liever bezighoudt met meer burgerzaken en de ander wat meer met stikstof. De een die gaat zich meer bemoeien met natuur bijvoorbeeld en de ander zegt ja, maar ik wil ook nog iets over verzinnen maar wat zeggen. Energie is natuurlijk ook een onderwerp waar we iets van vinden. Dus ja, iedereen die kan zijn plek zoeken. De partij streeft naar veel doelen, maar eentje is volgens Van Essen al behaald. Ik heb vorige week gezegd dat het een paar jaar duurt en dan vindt 80% in Nederland BBB niet meer zo erg. Ik denk dat dat vandaag al is. Feest vandaag op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De opleiding mondzorgkunde bestaat namelijk 50 jaar. Er is steeds meer behoefte aan mondhygiënisten. Zeker nu ze zelfstandig steeds meer handelingen mogen verrichten, zoals bijvoorbeeld het vullen van gaatjes. Hoi Eloïse, hoe gaat het? Lukt het allemaal? Ja, gaat wel goed. Oké, mooi. Nou, laat eens even zien wat je denkt dat goed gaat. Eloïse van Kaam zit in het eerste jaar van mondzorgkunde aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Ik vind het leuk dat je met patiënten bezig bent, maar ook dat je lekker kan friemelen in iemands mond eigenlijk. Maar mondzorgkunde gaat tegenwoordig wel wat verder dan gefriemelen in de mond. Zo mogen mondhygiënisten zelfstandig gaatjes vullen. En dat is hard nodig, want er is grote behoefte aan mondzorg doordat mensen steeds ouder worden en hun eigen gebit behouden. We zien helaas ook door de sociale kansongelijkheid dat kinderen niet of nauwelijks bij de tandarts komen, bepaalde categorieën. En uiteindelijk dan ook met heel veel mondzorgproblemen, tandheelkundige problemen zitten. Dus we hebben steeds meer werk met z'n allen. Op school hebben we dan ook de prekliniek. Daar leren we dan boren en dan gaatjes vullen. Je doet eigenlijk werk dat vroeger alleen de tandarts deed. Alleen de tandarts verdient het meest. Vind je dat niet zuur? Ja, hun hebben wel de lastigere ingrepen die ze moeten doen. Dus ik snap het wel. Maar op zich vind ik niet erg als ik meer zou mogen verdienen. En wie weet zit dat er best in als Eloïse klaar is met haar studie. Er is gewoon een tekort aan mondhygiënisten. Dus je kunt wel goed uitonderhandelen als je gaat solliciteren. Ik bedoel, je verdient een leuke boterham. Ja, het is een hbo-opleiding, dus het is best wel leuks van te maken.
Minder sporten tijdens de coronaperiode heeft gezorgd voor lagere deelnemersaantallen bij de Zevenheuvelenloop in 2022. Dat is de voornaamste conclusie uit een gezamenlijk onderzoek van de Radboud Universiteit en Stichting Zevenheuvelenloop. Dat door corona minder mensen zijn gaan sporten, blijkt uit cijfers van het NOC-NSF. En ook uit onderzoek onder deelnemers aan de Zevenheuvelenloop van 2018, 2019 en 2022. Het onderzoek is opgezet om een antwoord te vinden op de vraag waarom de deelnemersaantallen van de Zevenheuvelenloop en andere hardloopevenementen in 2022 een stuk lager lagen dan voor de coronapandemie. Iemand moet de laatste zijn. En dat is dit keer de gemeente Nijmegen. Het tellen van de stemmen voor de provinciale statenverkiezing duurde langer dan verwacht. De voorlopige uitslag op basis van 80% van de stemmen werd eerder al wel bekendgemaakt. Dat het in Nijmegen allemaal nog langer duurde, komt door een optelsom van redenen. Ook hier was er sprake van een hogere opkomst en hogere werkdruk op de stembureaus door de dubbele verkiezingen. Daar kwam echter een derde probleem bij, een technische storing. De volledige voorlopige uitslag is vrijdagmiddag iets na 3 uur bekendgemaakt. Dit weekend vindt in Nijmegen weer de Stevensloop plaats. Hierdoor kunnen sommige wegen in en rond het centrum op zaterdagavond en zondagmiddag tijdelijk afgesloten zijn. Op zaterdagavond vindt de Stevensstad Cross plaats. Deze start om 9 uur 's avonds en bestaat uit een verlichte route die onder andere dwars door de Stevenskerk loopt. Zondagmiddag om 12 uur start de eerste groep hardlopers van de Stevensloop. De loop bestaat uit 3 afstanden van 5, 10 en 21,1 kilometer en is live te volgen via Omroep Gelderland. De Vincentiusvereniging in Nijmegen gaat door met het verstrekken van ontbijtpakketten voor kinderen. Dat maakte de vereniging deze week bekend. Het ontbijt is bedoeld voor kinderen die vanwege hun financiële situatie thuis niet een fatsoenlijk dagelijks ontbijt hebben. Vincentiusvereniging Nijmegen zet zich onder andere in voor deze kinderen. Wij maken ontbijttassen zeg maar, voor kinderen waar ze de hele week mee uit de voeten kunnen. En dat is een pilot wat eigenlijk gestart is met de gemeente en Windkracht 10. En we hebben in december een pilot gedraaid in Lindeholt, Dukenburg, Grootsal en Hatert. En we hebben vanaf januari het open gegooid voor heel Nijmegen. En de enige is dat ze het op moeten halen in Grootsal, Hatert, Dukenburg of Lindeholt. En wij pakken zo'n 500 tassen in de week in. Het grote aantal gezinnen die er nu gebruik van maken is volgens Linda nog maar het topje van de ijsberg. Ja, nou ja, de verwachting was dat het nog veel meer zou zijn en worden. Dus wij zijn nog niet bij het eindpunt, denk ik. Dus en ja, wij, als het crisis is en wij moeten helpen, schrikken wij nooit ergens van. Want we hebben in de coronatijd ook echt mega aantallen verspreid door heel Nijmegen. En dat konden we ook handelen. Dus, Vincentiusverenigingen zitten niet alleen in Nijmegen. En ze hebben ook niet allemaal dezelfde activiteiten. De Vincentiusvereniging is een wereldwijde vereniging. En we hebben ook in Nederland de landelijke vereniging waarbij we allemaal aangesloten zijn. Alleen iedere Vincentiusvereniging is autonoom. Wat inhoudt dat wat belangrijk is in jouw regio of jouw stad, dat je je daar hard voor maakt. En dat doet iedere Vincentiusvereniging op zijn eigen unieke manier. Naast het ontbijt kun je dus voor veel meer dingen terecht bij de Vincentiusvereniging. We hebben ongeveer zo'n 900 bezoekers in de week. En de ene komt voor het kringloopwinkeltje. We hebben een 50 cent winkeltje. Alles kost daar 50 cent. We hebben een huiskamer waar activiteiten worden georganiseerd. We hebben een restaurant waar we een keuken met een restaurant. In de keuken bereiden wij vers bereide maaltijden die we wekelijks uitdelen. De locatie in Horstakker heeft sinds kort ook 2 nieuwe weggeefkastjes waar mensen gewoon iets uit kunnen pakken. De ene is gevuld met menstruatiearmoede, maar ook incontinentiearmoede, condooms en al dat soort dingen wat je eigenlijk tekort komt als je in armoede leeft. En de andere is gevuld met eten en die staan nu op deze locatie, maar die komen ook op alle andere locaties te staan. Linda ziet van allerlei soorten mensen langskomen. Het gros van wat hier komt leeft in of om of rond de armoedegrens. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat mensen zijn in een uitkering of dergelijke. Er zitten ook heel veel mensen bij die werken en net een tientje te veel verdienen voor alle regelingen die er zijn in Nijmegen. En die zijn ook allemaal bij ons in beeld, zeg maar, voor zover ze in beeld willen komen. Want de schaamte is natuurlijk over dit onderwerp heel erg hoog. Wil je zelf nu ook de Vincentiusvereniging helpen? Dan ben je meer dan welkom. Ze mogen binnenkomen lopen als ze willen helpen. Dan kunnen ze eigenlijk een formulier invullen en kunnen ze solliciteren als vrijwilliger. En ze kunnen ook via onze website ons bereiken of via de mail of via de telefoon. Ja, en dan sport. En dan beginnen we met Jasper Sillissen, want die is weer terug in Oranje.
Rond de doelman van NEC was veel gedoe de afgelopen maanden. Hij werd niet geselecteerd voor het WK voetbal. Toen was Louis van Gaal de bondscoach en die zag het toen niet in hem zitten. Maar nu is Ronald Koeman de bondscoach en die heeft Sillissen wel opgeroepen. Ik kreeg een mail vanuit Nederlands Elftal en daarna een belletje van Lodewijks. Dus simpel is het. Dus ik komt eerst mailtje, maar je was, het wordt ook nog even persoonlijk wel even gebeld. Ik werd kort gebeld door Patrick en zei voor jou niks nieuws. Dus een weekend fit blijven en dan zien we elkaar maanden. Voelt het voor jou misschien wel een beetje zo als je gelijk halen? Of, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Goed, wat ik zeg, eerst morgen 3 punten fit blijven en dan kijken we maandag hoe het dan is. Ja, maar ook wel weer fijn weerzien denk ik met veel spelers, toch? Ja, veel jongens ken ik al wat langer. Er zijn ook wat nieuwe jongens bij, dus dat is ook wel weer mooi. En goed, de staf ken ik ook. Ja, we blijven bij sport, want zaterdag speelt NEC een belangrijke wedstrijd uit in Waalwijk tegen RKC. Een rechtstreeks duel voor plek 8 dat recht geeft op play-off voor Europees voetbal. Voelt het dan voor de trainer als een alles of niets wedstrijd? Ja, mooie wedstrijd, leuke wedstrijd om te spelen. Je speelt, wij hebben de ambitie om bij de eerste 8 te eindigen. Nou, dan speelt hij tegen de nummer 8, die kort bij elkaar staat. Die denk ik weinig voor elkaar onder doen. Ja, dus het is gewoon een hele mooie wedstrijd om te spelen. En dat geeft wel een lekker gevoel, moet ik zeggen. Ja, voelt het dan voor jou al een klein beetje als een soort finale wie er eraan zit te komen voor die plek 8? Nee, want ik denk niet de eindstand na dit weekend, of de stand na dit weekend in de competitie ook de eindstand is. Er zijn meerdere ploegen die daar nog in meestrijden. Alleen het is wel een wedstrijd die zeg maar, ergens om gaat zonder dat het een prijs is. Ja, je kunt wel goede zaken doen of je komt wat verder achterop en dat is hoe het is. Ja, waar gaat de NEC het verschil maken ten opzichte van de RKC? Ja, dat moeten we morgen zien, maar ik denk dat de manier waarop we de laatste weken voetballen, we laten zien dat we meer kansen creëren en aan de bal denk ik een beetje spel hebben. Nou, dat zal morgen ook moeten, want je speelt tegen vaak 5 verdedigers. Dus dan zullen de ruimtes iets kleiner zijn. Dus daar ligt denk ik wel een grote uitdaging voor morgen. Nou, uiteindelijk hebben zij 2 mensen voorin die vrij leep zijn. Dus daar zullen we ook goed op moeten letten. En dan het weer. Volgende week begint de astronomische lentepas, maar vandaag was het natuurlijk al volop voorjaar. We hadden te maken met een zonnige dag, her en der wel wat bewolking, een heerlijke temperatuur van 16 graden. Morgen zal de zon er ook nog voldoende aan te pas komen en dan doet de temperatuur zelf nog een klein schepje erbovenop. Maar een bui op zijn tijd is helaas niet uitgesloten. Daar kunnen ook pittige exemplaren bij zitten. De dagen erna doet de temperatuur weer een klein stapje terug en blijft het licht wisselvallig. Er zijn veel wolkenvelden. Bij uitzondering zou de zon er even doorheen kunnen prikken. En een bui is niet uitgesloten. Het blijft 13 tot 14 graden. Ja, dit was hem dan, het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En nu kun je op RN7 kijken naar een nieuwe NEC-update met daarin Jasper Sillissen, de trainer over de wedstrijd van morgen, de belangrijke tegen RKC. En wij zijn er maandag weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en een heel fijn weekend.